Goedendag, mijn naam is Jozef. Vandaag gaan we de positieve en negatieve reële getallen. Hier reële getallen af van min oneindig naar plus oneindig. Die wordt geschreven als van open haakjes min oneindig tot plus oneindig. Dus open haken is gelijk aan r. Nu, we kunnen ook alleen de positieve reële getallen nemen. Hier nemen we positieve reële getallen met de 0 erbij. Dan krijg je dus 0 tot plus oneindig, gesloten haken bij de 0. Of gelijk aan x, groter of gelijk aan 0. Deze verzameling wordt genoemd r plus. Als je r plus krijgt, betekent alleen de positieve reële getallen met 0 erbij. Je kunt ook die verzameling nemen zonder de 0. De 0 is open, dan krijg je dus open haak 0 plus oneindig. Open haak, betekent x groter dan 0. Dan schrijf je het als zijnde r plus 0. Dit betekent dus r plus 0. Dat betekent verder die plus 0 betekent positief, groter dan 0, maar 0 hoort er niet bij. Ja, dan hebben we r plus, is groter dan 0 en 0 hoort er wel bij. Ja, nu, je kunt ook aan de negatieve kant nemen. Hier op het eerste voorbeeld heb je van min oneindig tot 0, 0 hoort erbij. Dat betekent dus x is kleiner of gelijk aan 0. Ja, dat wordt ook genoteerd als r min. Dus een r met van boven een min. Ja, je kunt opnieuw de 0 weglaten, hier in dit geval. Dan krijg je dus van min oneindig tot 0 met 0 open haak of 0, x kleiner dan 0. Ja, dan krijg je r min 0. Ja, opnieuw, min 0 betekent kleiner dan 0. Maar 0 hoort er niet bij. Als je gewoon r min hebt, heb je gewoon alle negatieve reële getallen. Ja, dus denk wel eens aan de volgende keer.